kant moeten we opkijken? Die kant. Die kant? Voor de leerlingen van het Pieter Jelles in Dokkum weer de eclipse moment om naar u te zien. De HAVO-3e klas is al weekend waande met een lesprogramma over de zonneverduistering. Een zonsverduistering vindt plaats doordat de maan tussen de zon en de aarde staat. Ze hebben zelf bedacht dat ze brilletjes moesten gaan maken. Ze hebben zelf bedacht dat ze presentatie wilden gaan geven. En dat is wat allemaal gaat gebeuren vandaag. En nou ga je hem van die mooie brilletjes maken en nou is het hartstikke bewolkt boeten. Ja, dat is heel jammer. Ja. Maar, nou, we doen het nog steeds. En nou, misschien wordt het nou wel wat donker en dan gaan we in ieder geval iets best doen. Zo'n bril zocht er vanzelfs wel heel cool uit. Het was ik wel wat zuster in dakken, maar een soort weer er net te zien. En zie je wat? Nee, ik zie helemaal niks. Zo'n 20 kilometer verderop, bij de sterrenwacht van Burgum, wien ik heel wat van plan. Zo'n 100 basiskwallen bij een kam hier vol verwachting hinnen, voor dit bijzondere moment. Maar ik deze ben, waar een teleurstel. Ik zou eigenlijk nooit in mijn briltje niks, maar wie zo verwacht je dat we een eclipse zullen zien? En wat is van die eclipse? Dat de zon via het gaat. Dat het helemaal donker is. Maar dat is juist nog net, want het is bewolkt. Net elke nier in Friesland hier zo volle pech. In wat zijn we een glimp op te vangen van de eclipse? En we kregen ook mooie foto's op stuurt uit het Jereveen, Oertrup en Lumbert.